Wij zijn Monique en Yvette en wij zijn de afvalcoaches in Helmond. We zijn in Helmond al heel goed bezig met het scheiden van ons afval. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met het plastic afval wat in onze PMD-zak gaat? Laten we een kijkje nemen. John, we hebben hier een zak met allemaal plastic afval. Kan je mij eens vertellen wat er eigenlijk allemaal ingaat? Nou, in deze zak die in de gemeente Helmond gebruikt wordt, mogen eigenlijk alle soorten verpakkingen die vrijkomen thuis in je keuken of in je badkamer bijvoorbeeld. Denk aan een doos waar koekjes in gezeten hebben, drankkartons, de yoghurtbekers, allerlei folietjes waar levensmiddelen in gezeten hebben. Maar ook blikjes waar groenten in gezeten hebben of drank in gezeten heeft. En de inwoners van gemeente Helmond zamelen die in deze PMD-zak. Ja. En wat gebeurt er daarna mee? Deze zakken die gaan via een overslaglocatie naar een sorteerfabriek. En daar worden eigenlijk al deze kunststoffen gesorteerd naar de soort kunststof of naar de drankkartons. En vandaar gaan ze naar een verdere verwerking om er weer de grondstoffen uit te halen. En van die grondstoffen worden dan weer nieuwe producten gemaakt? Er kunnen allerlei producten van gemaakt worden. Dus bijvoorbeeld van de yoghurtbeker en bijvoorbeeld zo'n shampoofles. Nou, daar kunnen weer nieuwe shampooflessen van gemaakt worden. Okay. Deze zak is zelf eigenlijk ook een mooi voorbeeld. Want deze zak die we gebruiken voor de inzameling, die wordt gemaakt van de folies die we uit het verpakkingsafval halen. Dankjewel, John. Zo zie je maar dat er van ons ingezamelde afval veel hergebruikt kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld ook deze gieter gemaakt. Twijfel je nu welk afval er in welke afvalbak moet? Kijk dan even op de website www.afvalscheidingswijzer.nl of download de afval-app. En natuurlijk kan je ook een afspraak maken met mij of mijn collega afvalcoach Monique.